Wüst stapelt dit seizoen succes op succes met de wereldtitel in Calgary als absoluut hoogtepunt. Maar veel tijd om na te genieten heeft Wüst tot haar spijt nog niet gehad. Je leeft er zo extreem naartoe en het is zo'n climax en dan is het behaald en dan... Ja, dan wil je het graag delen met mijn ouders, daar waren dan wel in Calgary, maar ook met andere vrienden en familieleden. En dat gaat dan niet. Dan ben je toch behoorlijk op afstand. Dan is het wel jammer. Mag soms ook wel bij iets heel moois, bij een hele mooie overwinning, mag soms ook wel iets langer stilstaan. Dat grote genieten moet toch nog even wachten, want in Iezel wordt er weer gerekend op succes. Vooral op de 1000 en 1500 meter. De afstanden waarop Wüst afgelopen weekend in Heerenveen nog goud pakte. Maar de concurrentie is moordend, met Marit Leenstra en de Canadese Catherine Nesbitt als grote rivalen. Ik ben een van de favorieten, je noemt het helemaal goed op. Maar als je kijkt naar die andere twee, dan maken ze net zoveel kans. En ook Sablikova, 1500, die doet heel erg goed mee. Dus het gaat gewoon een hele spannende strijd worden, maar wel een hele leuke strijd.